Je zit nog niet... Nee, opnieuw. Matthias Blankenstein. U zit nog niet zo heel lang in de politiek, in de plaatselijke politiek. Dus laten we daar even mee beginnen. Hoe bevalt dat? Ontzettend goed. Het is ontzettend leuk werk. We hebben ontzettend veel dingen al mogen doen, veel mogen behandelen. Dus het bevalt tot nu toe heel goed. Ja. Maar is het dan jammer dat u in de oppositie zit of maakt dat niet zo heel veel uit? Ja, tuurlijk is het jammer. Ja, uiteindelijk in de coalitie, in het college kun je het meeste bereiken en kun je het meeste van je plannen doorvoeren. Nu proberen we natuurlijk alsnog als oppositiepartij toch op een constructieve manier onze plannen alsnog er doorheen te krijgen. Maar in de coalitie gaat dat gewoon makkelijker. Dus ja, het is wel jammer. Ja. Maar is het dan zo dat u met uw plannen wel gehoor vindt bij de coalitie in Nijkerk? Ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk onze ideeën in de praktijk te brengen, op allerlei manieren. Dus ja, we hebben het idee dat we op een constructieve manier kunnen samenwerken. Maar als je vraagt, dan zit je liever in de coalitie of in de oppositie? Ja, natuurlijk coalitie. Ja. In Provinciale Staten zit het CDA niet in de oppositie, maar regeren ze volop mee. Hè? Vanwaar die ambitie om na toch een relatief korte periode in de politiek al voor de Staten te gaan? Ja, het is zo, ik sta niet op een verkiesbare plek en ik heb ook niet de ambitie om in de Provinciale Staten deel te nemen. Dan is natuurlijk de eerstvolgende vraag, waarom ga je dan op die lijst staan? Waarom heb je überhaupt zo'n lange lijst als de eerste 12 er maximaal toch maar inkomen? Nou, geef het antwoord. Ja, de reden erachter is omdat je zo'n lijst heel mooi kan gebruiken om te laten zien wat voor partij ben je nou eigenlijk. Nou, bijvoorbeeld, ik ben dan een jongere iemand. Als CDA hebben we een hele grote jongerenachterban, ook in Gelderland. Die sluit ook mee, die hebben ook invloed. En het is ook mooi als je dan op die lijst gaat staan. Dat je kan laten zien van, hey, er is ook een jong geluid, je hebt ook een jong gezicht bij het CDA. En daarbij komt ook nog dat je dan ook Nijkerk op de kaart hebt staan. Dat mensen zien, hey, in Nijkerk hebben we ook een kandidaat. Als ze een vraag hebben of ze willen iets weten, dan kunnen ze mij benaderen. Dus dat is een mooie reden om op die lijst te gaan staan, denk ik. Maar ik heb in deze serie ook Geert van der Tweel gesproken van de VVD. En die heeft gewoon borden in de staat staan, hoor. Die wil op eigen kracht toch in die Staten komen. Dat had Matthias Blankenstein natuurlijk ook voor kunnen kiezen. Had ik voor kunnen kiezen. Maar ja, ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Nijkerk. Ik ben nog niet heel lang, maar dat bevalt ontzettend goed. En daar ga ik ook zeker nog even mee door. En om Provinciale Staten, dat is nog niet mijn ambitie. Dus ik sta op die lijst om de reden die ik net noemde. Maar om echt in de Provinciale Staten deel te nemen, nee, dat is niet aan de orde. Maar betekent dat dan ook dat u zich daar niet op georiënteerd heeft? Bijvoorbeeld niet gesproken met Kees Verbaak, die nu in CDA, voor het CDA in de Provinciale Staten zit en ermee stopt? Nee, het is niet aan de orde gekomen dat ik daadwerkelijk aanspraak ga maken op een plek in de Provinciale Staten. Ik sta daar om een gezicht te geven aan de partij, om te laten zien van CDA heeft ook een jongere achterban, heeft ook een jong gezicht. Maar ik ben gemeenteraadslid in Nijkerk, dat blijf ik ook, dat blijf ik voorlopig ook nog even doen. En ik heb geen ambitie om in de Provinciale Staten te gaan zitten, nee. Maar waarom zouden mensen dan toch op het CDA moeten stemmen? Nou, het CDA heeft goede plannen voor de provincie Gelderland. Onze thema's zijn veilig, leefbaar en duurzaam. Nou, wat betreft duurzaamheid, er staan hele grote uitdagingen te wachten. Die hebben op iedereen invloed. Dus ik zou vooral zeggen, ga ook stemmen bij de Provinciale Staten. Veel mensen zeggen tegen mij, ja, waarom zou ik stemmen? Wat heb ik met die provincie te maken? Nou, heel erg veel. Mijn eerste wedervraag is dan vaak, reis je wel eens met de trein? Ik heb er al eerder over geschreven. Als dan het antwoord ja is, ja, dan heb je al met die provincie te maken. Want die gaan over openbaar vervoer. Als het gaat om klimaat, het is volgens mij mijn generatie heel veel te maken gaat krijgen met de klimaatmaatregelen die nu besloten worden. Ja, dan wil je toch ook wel meepraten als je één keer in de 4 jaar je mening mag geven over wat er dan precies besloten moet worden. Het is een ontzettend belangrijk orgaan. Het heeft heel veel impact op je dagelijks leven, dus ga dan ook vooral stemmen. Ja. Gaat u ook nog campagne voeren de komende weken? Zeker. Aankomende vrijdagmiddag staan we op de markt hier, samen met Bert Comdeur, regionale kandidaat voor het CDA. Dan hebben mensen hebben de mogelijkheid om op de markt even langs te komen. We noemen het een bakje met Bert. Kom een bakje koffie doen met Bert Comdeur. Dan kunnen ze vragen stellen, kunnen ze zeggen, wat kan het CDA voor ons betekenen? Wat kan het CDA, wat doet het provinciaal voor ons? Dus dan is het laagdrempelig, kunnen mensen gewoon even aanschrijven, vragen van, hey, hoe zit het nou eigenlijk? En dan, dat zijn campagne. Dus aankomende vrijdag met Bert Comdeur. Volgende week vrijdag staan we met Auke Terlouw van de Waterschappen, staan we op de markt. En die zaterdag daarna staan we ook gewoon op het plein in Nijkerk. Dus ja, we gaan campagne voeren.